Jeugdservice kinderhandel. Ze maken alles kapot, wat mooi was. Alles kapot en de mensen zien dat niet. Ze maken kinderen somber, suicidaal, gek, psychotisch. Ze traumatiseren. Het gaat allemaal om geld. Subsidies. En Mark Rutte kan het niks schelen. De Tweede Kamer kan het niks schelen. Elke week zie je Veilig Thuis in het nieuws. Elke week zie je jeugdzorg in het nieuws. Maar wat gebeurt ermee? Niks. De NOS-journaal zijn leugenaars. En het is nepnieuws. Nepnieuws. Ze vertellen driekwart niet eens wat er gebeurt. En onze kinderen worden ons gestolen. En daar staan wij hier voor. Iedereen staat hier voor. Gewoon omdat het gewoon niet goed gaat hier in Nederland. Met het hele systeem, de hele staat. Het moet gewoon ophouden. Als jij minister was, zou jij dat ook doen? Zou jij dat ook doen? Voor helemaal niet. Ik liep over het Binnenhof en daar ging het helemaal fout. Maar ik vond de beelden bij de Doomsday-press opvallend. Oh, u bent de Doomsday-press? Dat ben ik. En u heeft de beelden? Ik heb de beelden even. U stond erbij? Ik stond erbij, klopt. Ja. Heftig wel, want u bent gewoon eigenlijk onschuldig aan u. Omdat u nog een geel hesje aan heeft, wordt u meegenomen. U mag daar eigenlijk. Alsof je een terrorist bent. Zo word je aangepakt en er lagen vier man bovenop mij. En in het bureau ben ik ook erg hard behandeld. Dat is best wel. Ja, ik heb fijn warm. Ik heb niet gezien. Mijn kuiten ook erg zeer. Maar word je daar niet bang van? Nee, het geeft mij power om door te gaan. Power to the people. Het is afgelopen. Het is klaar. Het is tijd voor ons. Dankjewel. Ik weet waar die bank is, ik ga helemaal aan mee zijn. Ja. Hé, hey, hier gaan we. Kut, dan laat niet zo'n kut in. Mooi. Dat is Nederland. Ja, ik wel. Die ben ik op de training. Dat is gewoon een wegwerp in. Dan zit ze gewoon naast een haal op het. Op zijn verjaardag had ik een schrik aan met zijn kast. Kan je nog spreken met. Maak er een videootje van. Hé? Ik heb een stukje gezond. Hoe heet het van de smaak?